Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Daar zit Sammy. Rian is aan het spelen. Zie je daar voorbij komen. Jordi hebben we al naar school gebracht. We zijn naar de winkel geweest. Het is inmiddels al 11:30 hoor. We hebben echt van alles al gedaan vanochtend. Wat wil je vertellen? Dat je een mooie woezel en piptut hebt. Oeh! Okay. Ja, echt waar? Doe je hem uit? Oeh, je bent toch veel knapper zonder? Zonder tut. Papa. Oh ja, papa pakt hem ook altijd af, ja. Dus ja, dat. Nou, ik heb net eventjes getelefoneerd. Jordi heeft momenteel deze luiers. De Attens, Slip, Regular, XS, bla bla bla. Nou, dat heeft Jordi momenteel. Alleen het kind dat is gegroeid. Want ja, hè, die Pokémon die ik hem geef, daar groeit hij van. Dus dat, ja. Nou heeft hij natuurlijk ook nog steeds buikpijn, et cetera. Maar die dingen zijn te klein aan het worden. Hij lekt vaker door. Omdat hij dus vaker doorlekt, irriteert dat sneller, et cetera. Maar nou is toen wij deze luiers gingen bestellen, goedkeuring hadden van de zorgverzekeraar dat we ze kregen, et cetera, et cetera. Toen is tegen ons gezegd, je moet nu de juiste maat uitkiezen. Want op het moment dat dit niet de juiste maat is, moet je weer een hele nieuwe verwijzing, et cetera, et cetera, et cetera. Dus wij gingen ervan uit, als we een nieuwe maat nodig hadden, dan moesten we alles opnieuw gaan doen. Dus alles opnieuw aanvragen, bladibladibla. Nou, dus ik bel net Hoogland Medical op, want vanuit daar krijgen we alle medische spullen. Dus de onderleggers, de spoelspullen, de luiers, et cetera. Daar hebben we alles via daar. En dat is echt een topbedrijf, vinden wij. Je kan het gewoon op internet bestellen en de volgende dag of die dag daarna is het eigenlijk al bij je in huis. Echt super goede service. Denk altijd met je mee. Ja. Mocht je een kind hebben die spullen nodig heeft, kijk even daarna. Echt. Ik ben zo tevreden met hun. En dat is alleen maar top. Dat is alleen maar goed. Ik ben even flesjes aan het maken, want de kindjes hebben net brood gehad. Dus ja, dat. Maar ik had ze dus aan de lijn. En dus ik vraag aan haar, ik zeg, wat heb je van me nodig? Omdat ik dus een nieuwe maat luiers moet hebben. Ik zeg, moet je een nieuwe verwijzing hebben? Moet je goedkeuring van de zorgverzekering hebben? Wat heb je nodig? Toen zei ze van, nou, zegt ze, ik heb eigenlijk helemaal niks nodig als alleen de buikomvang. Ik zeg, de buikomvang? Ja, we moeten gewoon weten welke maat buikomvang hij heeft. Dus hoeveel centimeters dat is. Ik zeg, oké. Ik zeg, en dan is het goed. Dan is het geregeld. Ja, dan is het geregeld. Ik zeg, nou prima. Ik zeg, wat is er dan eigenlijk verder nog? Dan heeft ze een aantal maten opgenoemd. Ja, dan ga ik jullie allemaal niet meer lastigvallen. Maar ze heeft een aantal maten opgenoemd. En ja, er zijn gewoon genoeg mogelijkheden. Dus hij kan gewoon nieuwe luiers hebben. Nou is het nog zo dat hij nog luiers heeft. Dus ik zei ook al van, dan maken we deze luiers op. En dan op het moment dat de nieuwe luiers besteld moeten worden, bestellen we dan gewoon die nieuwe luiers. Ja, zegt ze. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Want dan maak je toch op wat je, wat je nodig hebt. Dus dat. Dus ik dacht dat ik mega veel werk hieraan ging krijgen. Blijkt dat ik alleen de buikomvang hoef op te meten. Oké. Yes. Mama blij, mama happy. Happy mama, happy kindjes. Dus dat is eigenlijk wat ik jullie wilde melden. Ik dacht echt oprecht dat ik hier, weet ik het, hoeveel werk aan zou hebben. Maar dat heb ik dus niet. Nou, kijk je daarvoor tegen iets op? Het was ons al opgevallen dat hij de afgelopen zomer flink gegroeid was. Nou zei school tegen ons ook van, ik denk dat hij nieuwe maatluiers nodig heeft. En toen zei ik, ja, dat denk ik ook. Dus ja, dat. Ik ga er maar mee aan de slag. Dus ik vanochtend al gebeld. Hadden ze echt een wachtrij van, weet ik het hoe lang. Nou was ik 16, straks was ik 15 of zo. Dus ik dacht, nee, doe maar even anders. Maar
Nee, helemaal top. Ik ben top geholpen. Ik ben daar helemaal blij mee. Dat je alleen al gewoon door eventjes te babbelen erover, dat je gewoon het idee hebt van, ik ben top geholpen. Ze zegt nog, ook nog zo mooi, ja, sorry dat ik je niet verder nou kan helpen. En ik zeg tegen haar, maar vrouw, ik ben al lang blij met je antwoord, dat ik niks meer hoef te regelen. Dus ja, dat. Sammy is in slaap gevallen. Liam, die is nog wakker. En ik ga ze mijn telefoon afgeven dat hij even een filmpje kan kijken. Ondertussen moeten we wachten totdat we Jordi op kunnen halen. We hebben Jordi opgehaald. Slaapt. 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 Lekker rustig. Oh. Ik ben even aan het uploaden van voor vandaag en voor vrijdag. En ondertussen heb ik voor mezelf even lekker een bubble tea gemaakt. Ik word hier nog steeds blij van, dus dat is goed. Jordi is intussen wakker geworden. En die ga ik zo even drinken geven. Ik wil even het uploaden af hebben. En dan, ja, dat ga ik aan het eten beginnen vast. Want ik heb vlees wat even moet sudderen. Dus ja. Ah joh, het is 3:50. Ja. Ach ja. Hè. Ik ga nog even genieten van mijn bubble tea. En eventjes deze grote knakker. Eventjes wat drinken geven. Want we hebben al uitgebreid geknuffeld. Dus ja, dat hebben we al gedaan. Dus er komt er wel drinken voor in de plaats nu, toch? Ik ga niet zien hoe dat ik... Oh, ik heb spraakgeblek. Ik ga niet laten zien hoe dat ik Liam wakker maak. Want als ik dat ga doen, geheid dat wat fout gaat. Maar wat wel veilig is, is Sammy wakker maken. Hi, ik was er al mee begonnen. Maar Sammy is altijd blij. Ja. Hallo. Ja, dag. Hij denkt daar. Zoek het uit. Zoek het uit. Hallo. Hallo. Hoort hem lachen. Hi. 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 Kan ik hier kiebelen? Ik kan niet kiebelen. Oh, oh, oh. Hi. En hij is wakker. Daar is hij. Onze Sam. Ja. Dan ga ik hem even wat drinken geven. En dan ga ik Liam wakker maken. Maar dan gaan we niet filmen. No. Tot nu toe ben ik veilig. Ik wil niet zeggen dat dat over 5 minuten ook nog zo is. Goedemorgen. Gisteravond hebben we bankzaken en beleggingen gedaan. En daarna zijn we naar bed gegaan. Jordi is verschillende keren vannacht wakker geweest in verband met buikpijn. En... Liam mag gisteravond niet slapen, want hij is op dit moment zwaar en zwaar overprikkeld. En waarom is hij zwaar en zwaar overprikkeld? Het gaat gewoon niet zoals hij het eigenlijk gewend is, nu na 6 weken vakantie. En hij kan daar gewoon niet mee omgaan. En ja, dat resulteert erin dat je gewoon eigenlijk niks kan doen. Dat is het. Want als ik nou de kamer verlet, dan is het mami! Ja, morgen hebben we een afspraak staan met een ergotherapeut en nog iemand. Het is de ergotherapeut van Jordi. En ik heb aan Jordi's ergotherapeut uitgelegd dat ik heel veel met prikkelverwerking met Liam en Sam zit. En dat het allemaal erger en erger wordt. En dat ik gewoon even niet meer weet hoe ik daarmee om moet gaan en dat ik handvaten nodig heb.
En morgen hebben we dus dat gesprek. Daar stond de wachtlijst voor. Daar hebben we ook netjes moeten afwachten. We zijn niet voorgetrokken of wat dan ook. Dus wij zijn hier al ver voor de zomer mee bezig geweest. En we hebben morgen eindelijk die afspraak. Dus dat. Dat is eigenlijk een beetje wat er nu speelt. Op dit moment is hij echt een pain in the ass. Hij is wel super lief op dit moment voor zijn broertjes, maar niet voor zijn moeder en zijn vader. Dat is het eigenlijk. Hij speelt op dit moment heel veel buiten en dan mag je ook gewoon van mij. Maar het is voor hem momenteel gewoon even, ja, hij is gewoon zichzelf niet en dat mag. Maar dat betekent ook dat wij ook aanpassingen nodig hebben, maar ik weet ze op dit moment even niet te maken. Daar ben ik even heel eerlijk in. Soms weet je het gewoon even als ouder niet. En dat mag. Dat is helemaal prima. Ze hebben fruit gegeten. En nu is het tijd te chillen in zijn taxi. Chillen met die billen in de taxi. Oh yes. Wat ga je doen? Lekker buiten spelen? Ja, noem maar buiten spelen. De gebroeders die hebben de hele tijd in de tuin gespeeld enzovoorts gegeten en weer gespeeld en weer gegeten. Nou, moesten we Jordi ophalen. Ze hebben ze slaap gevallen. Liam had behoefte aan de tablet. En Jordi zit te drinken, want ik moet zijn vochtpeil omhoog kijken met dit weer. Dat is altijd wel een dingetje met dit weer. Omdat hij natuurlijk macrogol krijgt en zijn intake van vocht moet gewoon echt ruim zijn. En hij heeft natuurlijk gezweet en de hele boem, 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 boem. Dus het eerste wat hij krijgt is als hij thuis is zijn tablet en drinken. Zodat ik zeker weet dat hij hem op gaat drinken. En dan, het is nu 2:55. Over een anderhalf uur krijgt hij weer een fles drinken. Want dan zit ik op meer vocht in take. Want op school wou hij niet echt drinken. Dus ja, dat. Dus dan moet ik dan eventjes achteraan met hem. Wacht heel even. Hij ging even niet goed liggen omdat er een scheet uit moest. Dus toen gooide hij ook zijn fles weg. Terwijl daar nog gewoon de helft in zat. Maar hij is weer aan het drinken. Hi Jordi. En deze schat die slaapt. Zo schattig. Lekker laten slapen. Dat heeft hij nodig. Ze hebben zo druk gespeeld. Dus ja. Hè? Even wachten tot Jordi opgedronken heeft. En dan kan ik zelf nog even wat drinken. Dan kan ik weer de dingen doen die ik moet doen. Liam is de hele tijd aan het spelen geweest. En nu is hij aan het drinken. Hè? Ik ben lekker aan het spelen de hele tijd. Hè? Kiekeboe. Knap het. Sam is inmiddels wakker. Die heb ik wakker gemaakt. Die is nu aan het wakker worden. Ja. En Jordi die is lekker zichzelf. Die is helemaal happy de puppy. Die zit lekker hier te... Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is. Wie is dat? Is dat Jordi? Ja, het is je grote broer, hè? Nee, dat is jouw hand. Dat is jouw hand. Jordi. Ja, Jordi, dat is jouw hand. Moet je zo doen, zo. Kille, 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 kille. Jordi, waar ga je heen? Jordi is continu de hortel. En dan komt hij weer terug. En dan gaat hij weer. Ja. Sam, waar ben jij? Hi! Sam wil verstoppertje spelen. Sam! Sammy! Hi! Hi! Lekker ding.
Maar goed, ik ga even achter die twee aan. Want Liam is Jordi aan het helpen. En dat gaat niet super goed, want Jordi vindt dat niet tof. Dus hij is vanavond naar de school van Jordi geweest. En ik heb dus alle kinderen naar bed gebracht. Jordi en Sam zijn nog wakker. Liam slaapt. Maar nou zie ik dit schattig. Ik kan hier zo van genieten. Hier ligt hij helemaal te slapen. Daar zit zijn kopje. Hij had een ouderavond met uitleg over hoe dit jaar gaat verlopen. Dus ja, dat is ook belangrijk. En dan moet iemand bij de kinderen blijven. Dat was ik. Ik ga je even verder opruimen. En dan naar bed. Een hele goede morgen. Meneertje zit lekker achterin. We hebben Sam, Jordi weggebracht. En we zijn even boodschappen gaan doen. Ik had wat boodschappen nodig. We hebben de beestjes gekeken bij de dierenwinkel. En ja, daar film ik allemaal niet. Want meneer is dan zo hyper de pieper. Tje. Maar goed, ik ga nou naar huis rijden. En zorgen dat hij even wat gegeten heeft. Nou, de kindjes liggen op bed. Mijn ouders zijn ook alweer weg. Ik heb vandaag niet veel gefilmd. Ik had gewoon veel te druk. Wat hebben we gedaan? We zijn naar een ergotherapeut en een fysiotherapeut. Maar wel, zeg maar, met meerdere specialisaties, toch? Niels? Mm-hmm. Ja, Niels zit naast mij. Dus die kan me daarmee helpen. En we gaan voor Sam en Liam zijn we bezig. Maar in eerste instantie gaan we eerst voor Liam. Zodat het gedrag wat Liam nu heeft, dat we gaan kijken hoe we daarmee om kunnen gaan, et cetera. En daar gaat wel even wat tijd overheen. Volgende week moet ik met Liam daarheen. En dan gaan ze hem observeren. En dan gaan ze kijken naar hoe dat hij doet, et cetera. En misschien dat ze daarna nog een keer observeren. Of daarna nog een keer. Maar in ieder geval, ze gaan ermee bezig. En ze gaan ook het schooltje waar die heen gaat, gaan ze ook informeren. En dat ze samen eigenlijk tot een één ding komen. Sam wordt in de tussentijd ook geobserveerd, et cetera. En er wordt gewoon gekeken in welke mate de rust in het gezin aangebracht kan worden. En dat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen Liam duidelijk kan maken op de momenten dat het nodig is. Of wat dan ook. Want het is momenteel gewoon een weglopertje. En ja, hij kan je het bloed echt onder de nagels uithalen. Maar ze hebben ook gezegd van, we vinden het echt dat jullie echt super goed bezig zijn. En dat jullie nu hulp vragen is alleen maar mooi. Dus dat. Toch, Niels? Uh-huh. Heb ik iets gemist met zeggen? Nee. Dus dat. En ze begrepen ook eigenlijk gelijk onze hulpvraag wat we nodig hadden. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik ga nou eventjes opruimen en alles voor morgen klaarmaken. En dan is het gewoon tijd voor bedje, om me kapot. Een hele goede morgen. Liam en Sam zijn buiten aan het spelen. Ik ben wat dingetjes aan het doen. Ze hebben net fruit gehad, et cetera. Schone luier aan gehad. We hebben alles wat ze moeten hebben en ze zijn buiten aan het spelen. Ze hebben net even tablet gekeken. Liam die gaf aan dat hij naar buiten wou. En Sam dus ook. Dus lekker buiten spelen. En ik ben ondertussen, heb ik wassen aangezet en dat soort dingen. En ze zijn hier lekker even bezig. En ik heb Joef op de gang gezet. Want Joef doet het alleen maar vervelen. Die is op dit moment heel vervelend. Nou weer. Ja. Om 13:45 ga ik Jordi ophalen. Zodat hij op tijd thuis is. Want wij moeten op tijd weg. Want we hebben een gesprek voor Liam. Dus ik heb met school geregeld dat ik hem een kwartiertje eerder op kan halen. Dus dat is goed. En voor de rest heb ik eigenlijk vrij weinig te melden. Oma had gisteren snoepjes meegebracht. En deze meneer die weet dat.
Dus die had zoiets van, mama, daar liggen snoepjes. Nou, oké, oom. Oma die heeft hem meegegeven, dus... Hé, dan gaan we maar snoepen. En ja, ze zitten nu achter een tablet. Maar ze kwamen naar binnen, omdat ze iets wouden. Dan gaan ze even achter de tablet zitten. En dan gaan ze weer naar buiten. Dat doen ze eigenlijk al de hele tijd. We hebben een gesprek gehad op de nieuwe school van Liam. En woensdag gaat hij voor het eerst naar school. Morgen niet. Eigenlijk zou dat morgen zijn, maar dat gaat niet door morgen. Dus dan kan morgen Sam afscheid nemen van de dreumesgroep. En dan kan hij maandag beginnen op de peutergroep. Woensdag gaat hij dus naar school. We hebben Liam volledig beschreven zoals Liam is, et cetera. Dus ja, dat. Nu liggen de kinderen op bed, gedoucht en wel. Mama is ook gedoucht. Nu gaan we nog even opruimen. Tante Bien en oma Sunny zijn hier geweest om op te passen op de kinderen. Zodat wij rustig dat gesprek konden doen. En daarna hebben ze hier mee gegeten, et cetera. Maar voor nu ga ik eventjes gedag tegen jullie zeggen. Ik ga daar eventjes de afscheid dingen van de dreumesgroep voor Sam maken. Dus gewoon een speelgoedje en krentjes en that's it. En voor de rest, ja, dat. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.